dit moment in de boot van Suri Maas. En we staan naast Mariska. Mariska, alles goed? Ja hoor. Ja. Wat doet Suri Maas op de United Business Fair? Nou, Suri Maas is er dus eigenlijk om niet de overkoepelende kaart die al jaren op de markt is te promoten. Maar we hebben sinds kort ook wel Suri Maas in een nieuw jasje. Waarbij mensen dus hun... Een spaarkaart voor een eigen systeem kunnen gaan opzetten. Waarbij je dus zeg maar een retailbedrijf dat dus zijn klanten zou willen belonen. Een spaarpasje zou kunnen aanreiken. Waarbij bij aankopen punten of tegoeden kunnen worden gespaard op zo'n pas. Om dan die tegoeden bij de volgende aankoop als korting of als deelbetaling in te kunnen zetten. Bij die specifieke zaak? Bij die specifieke zaak. Het is dan geen overkoepelende kaart. Komt Suri Maas met meer van dergelijke systemen? Nee, dus we hebben het huidige systeem, dat is dus het overkoepelend systeem. En per bedrijf die dus geïnteresseerd is om zo'n systeem aan te schaffen, kunnen wij dat dus op maat gaan aanbieden. Dan wordt de software ook wel op maat voor ze gemaakt. Maar stel je nou eens voor dat je zo'n bedrijf hebt, dat zo'n loyalty card hanteert. En de mensen hebben, ja, u moet begrijpen... Dat iedereen hier ook op het scherm het WK volgt. Want ik zie Mariska ook. Maar ik moet naar Gil blijven kijken. Maar je hoort de mensen om ons heen. Dat wil je even kijken. Dus vandaar. Don't mind me my reaction. En kijkt u ook niet naar Mariska. U weet. Nee, voetbal is niet voor mij. Maar je reageert wel op hoe de mensen... Ja, ik hoor het wel. Maar het doet me niks. Het doet me niks. Ja. Stel je nou eens voor. Ik heb een Suri Maas kaart. En ik koop bij een van de winkels die het loyalty systeem kaartsysteem gebruikt. Kan ik dan nog gewoon mijn Suri Maas kaart bij die winkel gebruiken? Nee. We hebben dus op dit moment hebben we dus bij Blokker zo'n een spaarsysteem geïntroduceerd. Koop je dus bij Blokker je artikelen, dan spaar je bij Blokker de punten. De punten, of het tegoed dat je dus op zo'n Blokkerkaart hebt gespaard, die kun je dus bij Blokker alleen inzetten. Weliswaar denken we dat er in de toekomst misschien ook wel bedrijven zullen zijn die dan toch wel kiezen voor een eigen kaartsysteem, maar die dan op de achtergrond eventueel een samenwerking kunnen aangaan met het Suri Maas systeem, het overkoepelend systeem. Want stel, je hebt een eigen kaartsysteem en je hebt er punten opgespaard, maar de klant vindt datgene dat hij in de winkel ziet, vindt hij niet aantrekkelijk om het zeg maar als korting in te gaan zetten, dan kan er altijd nog een samenwerking op gang worden gebracht met Suri Maas, overkoepelend systeem. Goed, dat is lekker handig. Waarom kiezen jullie ervoor om dit nieuwe systeem hier op de United Business Beurs te promoten? Nou, we hebben er een aantal bedrijven die dus met de overkoepelende kaart meededen. En die hadden er gewoon behoefte aan. En die zeiden van, hey, weet je wat, ik wil nu mijn eigen data gaan beheren, mijn eigen persoonsgegevens, mijn klantgegevens wil ik gaan beheren. En gericht acties gaan voeren naar de klanten die dus specifiek mijn winkel binnenkomen. Bij de overkoepelende kaart mogen we de persoonsgegevens niet vrijgeven aan de bedrijven. Maar heb je dus als eigen bedrijf een eigen loyalty systeem, dan kun je dus wel de gegevens van jouw klanten allemaal verzamelen en gerichte acties dus gaan voeren naar jouw klanten toe. Geweldig. In ieder geval, als de mensen daar meer informatie over willen en ze komen naar de United Business Fair, dan kunnen ze dus denk ik gewoon naar deze booth komen, de booth van Suri Maas. En dan hoort u er alles over hoe het gebruikt zou worden of als u als bedrijf geïnteresseerd bent om dat te introduceren binnen uw bedrijf. Mariska is hier met nog enkele andere medewerkers die nu op de achtergrond blijven. Ze zijn weg of ze kijken naar WK. Ja, ze zijn richting WK, maar het is helemaal niet moeilijk. We hebben ook een demo-omgeving hier opgezet. En dus mensen kunnen gelijk zien hoe het werkt. Heel simpel, een computer nodig met de internetverbinding, een barcodescanner, een bonprinter. En dat is wat de meeste handelszaken al hebben. Dus de enige aanschaf zijn dus eigenlijk je kaartjes. En dan starten met het opbouwen van jouw klantenbestand om dan er tegenaan te gaan. Wilt u er meer informatie over kort en bondig, dan komt u naar de stand van Suri Maas op de United Business Fair.